Waarom is het omdat de technologie er is, of is dat omdat je er een doel mee hebt? Ik denk dat multi-touch intuïtief en beloven van wat er laat werken. Dus, dat is wat we als kunstcentrum moeten doen naar ons project. We hebben een rijke leiding van video en fotografie materiaal. En we doen dat eigenlijk op zo vlot mogelijk manier met ons sluiten. Een belangrijke poot is de website, maar in een publieke ruimte, als je geen laptop bij hebt, zijn er andere manieren om dat te doen. En vroeger ik was dat soort stijl, was eigenlijk de interactie heel beperkt. Er was meer points en dan ziet je iets. Maar multitouch ziet eigenlijk toe om, je spreekt over minder complexe interacties, maar op zich zijn die vrij complex om er zonder multitouch te doen. Dus bijvoorbeeld zoomen en roteren op een gewone computer met Photoshop is een aantal tools vastpakken. Je moet het toch al werken. Hier kun je in één keer zoomen en roteren, scalen, heel intuïtief. Dus dat opent een aantal mogelijkheden, rijke interactie en laagdrempeligheid. En ook een interface opbouwen van de loop, die eigenlijk ontdaan is van alles wat er nu nodig heeft, die meestal een beste interface met altijd is. Dus de voorkennis om te verhaasten door de media beloven toch waardig te zijn. Maar zoals dat is, hè. Er zijn natuurlijk ook advertisementen. Als je dingen combineert en werkt, dat is dan iets serieus op nagedacht worden. Vandaar weet ik. Over de andere kisten dat ik zei, is nog uitgebreid hebben, denk ik. Jan, is het ook wat, waarom zit 34 met een multi-touch-systeem te werken? Grote participatie, makkelijk toegankelijk? Ja, dat speelde zeker mee, maar dat was niet het. Initiële uitgangspunt. We hadden toch wel wat problemen met ook met tentoonstellingen die heel complex waren, zoals Liesbeth er juist aanhaalde. Dat was een tentoonstelling als PlayZ Space, waar dat heel veel verschillende actoren bij betrokken zijn en die eerder het resultaat zijn van een heel complex proces. Met al die verschillende mensen. En ik vond het, en we vinden het als Z34, als een kunstencentrum, je opent een tentoonstelling en het lijkt precies alsof dat die tentoonstelling een soort van zelfsprekendheid heeft. Die staat daar in één keer en die is precies af om gebruikt te worden. En wij zochten naar een manier die dat proces kon visualiseren. En we hebben een klein experiment ook gedaan dus met PDA's, die eigenlijk een soort bijna intelligente audioguides waren, maar dat functioneerde niet, omdat je dan midden in een installatie stond met dat ding en het immersieve van in een video-installatie te staan, dat functioneerde niet. We konden daar ook moeilijk communiceren met geluid en andere dingen. Dus we moesten er terug uit die installaties en de kunstwerken vandaar weghalen. Dus dat proces tonen, zichtbaar maken, transparanter zijn naar het publiek toe, daar was, zat eigenlijk de belangrijkste noodzaak. En het feit dat er zo'n project was als PlayZ Space, waar dat we het lichaam wilde verbinden opnieuw met de ruimte door middel van technologie. Dat is gewoon de eerste keer dat de stoemelings eigenlijk in aanraking zijn gekomen met die technologie. Omdat die daar tussenin kon gaan staan en het, de ruimte fysiek kon verbinden terug met het lichaam. En dat was een interessant experiment, omdat we in één keer een tool hadden die buiten die tentoonstellingsruimte stond, waar we wel zagen dat er heel wat toegevoegde waarde was om die daarop te presenteren, die ook niet een verlengstuk of niet een kopie van onze website was, die ook geen audioguide was, die ook geen expo-gids was, die ook geen zaaltekst was, die ook geen tekst was die... dus we konden daar heel wat andere dingen mee doen. Daarop hebben we eigenlijk besloten om te kijken en eerst na te denken, vooral heel lang na te denken, want het
feit dat hier na 9 maanden vandaag pas een eerste ding neerligt, hebben we vooral de eerste maanden op conceptueel niveau nagedacht, om dat proces zichtbaar te maken. Ja. En, twee verschillende uitgangspunten, maar hebben toch wel wat raakpunten. En dan hebben we vooral het geloof dat er een potentieel is in technologie, maar om van de gedachte van ik wil iets met een multitouch te gaan doen, en dat is een nieuwe technologie, en dan uiteindelijk een product te gaan afgeven, dan moet je natuurlijk gaan werken met partners, hè, want als kunstcentrum alleen heb je die expertise natuurlijk, en dan moet je op zoek gaan naar mensen bij wie je daarvoor kunt samenwerken. En bij beide projecten is samenwerken met EDM natuurlijk een partner daarvoor. Maar wat ik mij afvraag is het voor EDM nog interessant om met je pico de sector projecten aan te bieden? Is dat makkelijker? Is dat leerrijker? Ja, graag dan. Dat is een vraag voor mij. Wel, leerrijk. We zouden geen projecten doen als ze niet leerrijk zijn. Dus het verschil tussen een universitair onderzoekscentrum en een bedrijf is dat we ons perfect kunnen permitteren om zaken te doen die altijd wel op een of andere manier nuttig zijn voor de maatschappij. We vinden dat zelf heel belangrijk. Maar daarom niet noodzakelijk op zeer korte termijn winstgevend moeten zijn. Dus we werken ook graag aan zaken die op een wat langere termijn eigenlijk interessant kunnen zijn voor de maatschappij. In die zin zijn het zeer interessante projecten. Nu, onze kernspecialiteit is het ontwikkelen van technologieën, zoals een multitouch, tafel, apparaten, niet zodanig, maar vooral in de software rond. Die gaan vaak samen. Een andere kernspecialiteit van ons is beeldverwerking, beeldsynthese. Een derde specialiteit is het delen van beeldinformatie. Hoe kun je met elkaar gaan interageren over het netwerk, dus communicatieaspecten, netwerken, informatica aspecten daarvan. Laat dit nu eigenlijk drie aspecten zijn die in nieuwe mediakunsten heel vaak nodig zijn, de technologie. Dus onze kernspecialiteit is eigenlijk het maken van tools, maar onze interesses zijn uiteraard veel breder. We interesseren ons heel zeker in hoe je die tools ook kan gebruiken. Evenzeer als het maken ervan. Maar het maken ervan is nu eenmaal onze specialiteit. We gebruiken ze ook, maar andere mensen met andere interesses die anders ten opzichte van technologie staan, daar werken we zeer graag mee samen om te zien wat hij allemaal met die tools kan doen. Ik vind dat zeer leerrijk, ik vind dat zeer goed. Hè. Waarom de cultuursector? Wel, we houden ook van cultuur. Ik doe ook af en toe eens aan cultuur. We maken zelf niets, we hebben geen artistieke aspiraties of zo, maar we genieten er wel van. We zijn dus amateurs in de oorspronkelijke betekenis van het woord. Maar als we met onze kennis die we hebben op een of andere manier een bijdrage kunnen doen, dan doen we dat zeker. Mag ik even aanvullen? Ik denk dat wat ik merk aan de samenwerking met EDM, of waar we het in het verleden al over gehad hebben, is dat het samenwerken met wetenschappers, of wat voor EDM interessant kan zijn vanuit de kunstensector, is het feit dat kunstenaars in staat zijn, vormgevers, in staat zijn om te visualiseren. Hè, en om dus daarnet die toepassingen te gaan soms illustreren. Dan is het gewoon een illustratie van een idee die daar in het laboratorium ontstaan is. Maar het is ook zo dat wij elke keer door de mensen waar we mee samenwerken uitgedaagd worden om verder te gaan dan we oorspronkelijk zelf gedacht hadden. Ook al waren we heel enthousiast in het begin, dat we eigenlijk elke keer weer nieuwe problemen tegenkomen. Ook omdat zij los van technologie denken en absoluut niet aan de grenzen denken en de begrenzingen denken in de technologie. Ik denk dat daar, in die vrijheid van denken, dat EDM ook geïnteresseerd is. Of zo voel ik het toch aan. Ja, dat is zeker zo. De wetenschap gaat het namelijk ook om het verleggen van grenzen en het aftasten van hoe ver je kan gaan met iets op een nuttige manier.
Maar wij bekijken dat typisch vanuit ja, onze specialiteit. We werken dus bijzonder graag samen met andere mensen die op andere manieren grensverleggend kunnen nadenken. Dus die twee gaan goed samen, dat is ook mijn ervaring. Ja. Ik ben het voor iedereen eens bij Jan. Over grensverleggend nadenken, dan denk ik ook even naar deze kant van de tafel. Want ja, nu bij het Creating Spaces project zijn al twee partners aan bod gekomen. Maar een heel belangrijk aspect natuurlijk van het ontwikkelen van zo'n multi-touch tool is natuurlijk die interface maken, hè, en hoe dat je daarmee om kan. En dan zitten jullie, Lisbeth, eigenlijk een beetje tussen twee kampen. Hè? Tussen de technologie en dan uiteindelijk tussen de opdrachtgever bijna, degene die er uiteindelijk de eindgebruiker van zijn. Een moeilijke situatie? Of een uitdagende situatie? Dat is de situatie waarin wij gespecialiseerd zijn, denk ik. Namelijk, dus wij zijn echt typisch een opleiding en een onderzoekscentrum die eigenlijk een interface wil zijn tussen verschillende disciplines. Dat wil zeggen, meer computerwetenschappen, design, kunst en het sociale gebruik, hè, waar we toch ook heel veel rekening mee proberen houden. We zijn nog maar 10 jaar oud, maar we zien toch dat we ons nut aan het bewijzen zijn op verschillende vlakken. En onze studenten ook, want ik zie er hier een paar zitten. Die beginnen nu ook al stages te lopen bij EDM en daar toch ook, denk ik, nuttig werk te verrichten. Dus ik denk een leuke uitdaging en één dat we graag blijven aangaan. Ja. We zijn al nog tot nu toe allemaal heel braaf en positief geweest, hè? Maar mensen die met beide mensen spreken, zijn er heel veel groeipijnen, zal ik het zo heten, hè? Noemen, groeipijnen. Misschien is het interessant om daar even op in te gaan, hè? Want ik denk dat we projecten kunnen blijven. Je hebt natuurlijk juist ook realistische beelden gegeven van hoe dat je zo'n project ontwikkelt. Maar misschien is het goed om gewoon een aantal problemen op tafel te gooien. Problemen die je tegenkomt onderweg. Bijvoorbeeld in het Mutable project, omdat dat een project is dat nu aan het afronden is, waarvan dat het Creating Space project, dat nu eigenlijk nog in de helft staat, nog een heel post te gaan heeft, waaruit kan leren. Ik ga eerst naar ik heb het tijdens de presentatie al een paar problemen gezet die we aan de hand hebben gehad. En ik denk dat het veel gerelateerd is met wat je juist ermee wil bereiken. Problemen die we veel zien terugkomen is voor specifieke doelgroepen dat dingen niet werken. Dat men verwacht is door een interface, dat men niet goed meer zijn weg kent. Maar tegelijkertijd is dat een interessante uitdaging om die dingen te verhelpen. Dus ik denk niet het zijn groeipijnen, maar het zijn groeipijnen die we makkelijk gaan kunnen verhelpen, of relatief makkelijk gaan kunnen verhelpen door gewoon de juiste oplossingen daarvoor te voorzien. We hebben oplossingen die bijvoorbeeld mensen dadelijk tonen, zogenaamd in situ present aan het gebruik zijn, hoe dat men een actie kan afmaken, of hoe dat men verder interacties kan doen. Dus ik denk dat er redelijk wat problemen zijn, maar dat oplossingen dat die niet op zich gaan laten wachten. We zien ook dat dit soort domeinen, zowel uit de cultuursector, maar ook vanuit de industrie, dat er meer en meer spelers zijn, zodat de ervaring die opgebouwd wordt, is toch wel heel waardevol die mee te nemen. Men is misschien al 20 jaar met multi-touch bezig, maar het is pas de laatste 2-3 jaar dat men dit soort resultaten aan het genereren is. Dat dit soort installaties in publieke ruimte zoveel aantrek krijgen. En dan naar de hele andere kant van de tafel. Hè. Omdat, je hebt het ook eindgebruiker. Hè. Eindgebruiker zoals SOX 33 het is. Wij willen leren van jullie fouten natuurlijk. Hè. Ik denk dat er conceptueel veel overeenstemming wordt. En dat levert soms heel interessante pistes op, maar tijdsgebrek. EDM heeft maar beperkte resources en zij moeten het implementeren. Het is gemaakt allerlei keuzes en dat is niet de droom die je denkt. Dat zou ook kunnen. Dus hetgeen dat je ziet is niet noodzakelijk state of the art of cutting edge. Gewoon omdat de resources er niet zijn om het te maken. We kunnen eigenlijk nog veel interessantere pistes bedenken, maar ja, die vergen veel meer. En een tweede aspect is ook dat de maturiteit van de industriële hardware eigenlijk achterop loopt, denk ik. Toen we starten met het project hadden we wel gedacht dat de Microsoft Surface er eerder ging zijn, dat die veel sneller uitgerold ging worden.
Dat is niet gebeurd, dat komt nu. Nu begint dat te gebeuren. Apple zal waarschijnlijk begin 2010 die multitouch slides lanceren. Ja, en die hebben natuurlijk de toolkits en de fundamenten om daarmee te werken en ontwikkeld met ja, massale efforts en resources. En als ze daar kunnen van gebruik maken en op die fundamenten toepassingen bouwen, dan zal er veel minder van die foutjes in opduiken. Want om nu iets concreet te demoen, wil dat zeggen dat er eerst een framework moet gemaakt worden. En dan heb je de applicatie nog niet eens gemaakt, dus dat is eigenlijk al serieus wat werk nog voordat er iets zichtbaar is. Dus in zo'n project heb je nooit eigenlijk het gevoel dat je iets primetime kunt afleveren, dat volledig getest is en foolproof is. En op sommige dingen haken eindgebruikers dan af of blijven hangen. Bijvoorbeeld, ze moeten iets harder duwen dan dat zou kunnen. Dat wordt dan ook onderzocht bij EDM, hoe zacht kunnen we eraan komen dat het toch werkt op een grote display. Want het is makkelijk op een kleine display, op een grote display is dat moeilijker. Dat soort zaken. Dus, het is ook een compromis. Maar wat je eruit leert, uit dat soort zaken, is als de maturiteit er is van een industrie, je hebt er al over nagedacht en je kunt eigenlijk toepassingen maken waar de andere mensen dikwijls nog moeten over beginnen nadenken. Dus in die zin is het zeer leerrijk en een goede ervaring uiteindelijk. Ik wou daar even op inpikken, omdat inderdaad zo een proces, nu dat we dan met Z33 aan het doorlopen zijn, merken we wel, we hebben ze op voorhand al die collaboratieprocessen zitten bestuderen bij andere plekken enzovoort. Maar dan nog, als je dan uiteindelijk met zo'n multitouch komt, dan groeit dat niet vanzelf in die organisatie. En daarmee hebben we toch wel ook bewust, en ik denk dat dat wel een goede strategie is, allee, dat moet zich nog uitwijzen, om die direct als een nu nog vreemd element in de organisatie binnen te brengen. Maar na een tijd herontwerpen we en wordt dat meer deel van de organisatie. En ik denk dat heel dat traject heel leerzaam kan zijn, ook voor andere organisaties misschien. Ik denk dat je toch door je methode, je onderzoeksmethode en je designmethode dingen kunt gaan verhelpen en anticiperen. Je hebt het over het leerproces hè, dat er nu hier bezig is. Ik denk dat ik Jan daar op laten inhaken. Want ja, dat leerproces, dat is... we hebben al bijgestuurd. Hè. We zijn aan het bijsturen. Om even op Henk verder te gaan... ik heb ook het gevoel dat werken met multitouch een werk is dat nooit af zal zijn. Hè? Het zal altijd een soort, of ik heb het gevoel dat je altijd een product hebt dat nooit klaar is. Dat altijd in beweging zal zijn, letterlijk en figuurlijk. En dat we daar, en als we het zo niet gaan bekijken als organisatie, dan dat we het... en misschien beter buiten houden, want anders het is bijna een organisme dat groeit, zowel door de content als door de software en de hardware die erachter zit. Dat is misschien één ding. Het tweede is het leerproces, is dat we inderdaad die punten hebben voorzien tijdens de ontwikkeling en dat we nu vandaag een eerste stapje zetten. Maar dat we eigenlijk al de tweede stap iets verder voor ons hebben geschoven. Dat we toch een veel grotere evaluatie moeten maken van wat dat er nu aan de hand is. Dat we ook veel beter moeten kijken welke impact het heeft. Wat dat wij samen met de kunstenaars aan tijd en energie in dat project moeten steken. Het is niet voor niks dat het de eerste opzet was dat we het op de dag van de opening van de tentoonstelling mee zouden presenteren. We presenteren het exact een maand later. En dat heeft te maken met dat de prioriteiten voor ons als organisatie in eerste instantie samen met de kunstenaar, met de ontwerper Thomas Lomé en de projectcoördinator Ilse Huygens, dat die niet bij de multitouch liggen,
maar dat die bij het project zelf liggen. En dat is het, blijft het belangrijkste. Als die content niet in orde is, ja, dan hoeft er eigenlijk ook geen multitouch te zijn. Dus daarom hebben we ook gezegd van, goed, vandaag pas presenteren, voor ons toch pas. Maar we hebben nu al direct de evaluatie gemaakt. Een groot project, dat ging het tweede project zijn. Dat zou in half maart 2010 gepresenteerd worden, om dat op te schuiven naar mei 2010. En dat wordt een kleiner project, net om te kijken hoe dat we dat in de organisatie zelf, want dat heeft Lisbeth maar even aangehaald, we zien de multitouch als een tool. Een tool voor het publiek, maar ook een tool, dus een gereedschap om zelf intern de processen, de designbeslissingen, de beslissingen zelf, het beslissingsproces te visualiseren, transparanter te maken, te archiveren, zodanig dat die opnieuw later ook voor het publiek en onderzoekers kunnen ontsloten worden. En dat is veel complexer dan dat wij zelf hadden gedacht naar effort toe, tot op dit moment. Misschien dat dat verandert, maar ik ben daar heel sceptisch over. Ik denk dat we gewoon moeten aanvaarden dat als we dat ding willen, dat we er ook dat we altijd gaan moeten zeggen, het is niet af en we moeten eraan blijven werken. Ik wil weten, Henk, in vooruit, is dat ook een aantal dagen daar, het eerste project in die motors, dat vinden het fantastisch, maar dat niet voorbij gaan. We gaan dat. We willen daar moed in steken, we willen daar tijd in steken, maar ons eerste doel is om ons concert en onze evenement te organiseren. Ja, ik denk dat dat zeker de belangrijkste pijler is van vooruit nog altijd. Die ganse digitalisering van het kunstencentrum is natuurlijk even belangrijk. En onze website is daar eigenlijk nog een voorbeeld van. Ik denk dat we ook via een IBWT-project, VACF, eigenlijk gekomen zijn tot een Web 2.0 site, toen dat die eigenlijk nog niet echt bestonden op die moment. Dat was nog meer een nieuw concept. En uiteindelijk hebben we onze eigen community site gemaakt, die een van de eerste was in